Vandaag kunnen mensen stemmen voor de Provinciale Staten en de waterschappen. Bij stembureau Novee in de Noodorpse Dorpstraat was het vanochtend behoorlijk druk. Mensen mogen vandaag 2 keer stemmen. Waarvoor precies? De Provinciale Staten en de waterschappen. Stemmen mensen ook echt 2 keer? De meeste mensen stemmen echt 2 keer, maar er zijn er wel een aantal die bewust 1 keer kiezen. Ik heb een idee dat het wel leeft, alleen heb ik wel door dat ze wat minder van de waterschappen weten, want daar kunnen ze ook weinig op websites over vinden. Ze weten eigenlijk niet zo goed wat waterschappen doen, maar de Provinciale Staten, daar weten de mensen meer van. Je kan vanaf 18 jaar stemmen, zien jullie ook veel jongeren hier? Nou, op het moment zijn het inderdaad wel hier in overwegend ouderen. Maar ik denk ook dat het een beetje komt omdat het SFOP op het moment hier een belastingspreekuur en een ouderenspreekuur eigenlijk al de hele ochtend heeft. Maar het is woensdagmiddag en ik schat in dat er vanmiddag wel wat jongere mensen met kindjes ook komen. En vaak na het werk komen de jongere mensen. U heeft de gang naar de stembus gemaakt. Belangrijk om te stemmen? Ja, ik vind het van wel. Als je niet stemt, dan heb je ook geen recht van spreken. Een plicht om te doen. Hè? Als je achteraf recht van spreken wil hebben, dan moet je hier beginnen. Was u een zwevende kiezer, wist u het al? Ik zweef niet, nee. Daar ben ik te zwaar voor. Mag ik vragen wat u stemt? Dat is privé. CDA ga ik stemmen. Nou, ik stem altijd op D66. Dat is echt mijn partijtje. Dus stem ik al jaren op. Bent u een trouwe kiezer? Ja, toch wel. Ja. Sinds een paar jaar, ik was eerst altijd een bepaalde rechtse groep, zou ik maar zeggen. En nu ben ik sinds een jaar wat minder geworden. Mijn leeftijd speelt ook een beetje mee, dus misschien weet je dan welke kant ik op ben gegaan. De 50-plus partij. Juist. Ik ben al behoorlijk zwevend, ja. Ik heb net eventjes op de fiets hier onderweg besloten op wie ik ging stemmen. Ik weet wel welke partijen, dat wist ik dan weer wel, maar voor de rest was ik wel een behoorlijk zwevende kiezer, ja. Ik ga niet stemmen, want ik mag niet stemmen. Waarom mag u niet stemmen? Ik woon in het buitenland. En dan mag je alleen stemmen voor het landelijke geheel, maar niet voor de provinciale verkiezingen of de waterschap of dat soort zaken. Bent u wel op de hoogte van de politieke zaken in Nederland? Ik volg het nog steeds, ja. Vindt u het dan niet jammer? Provinciale niet. Landelijke zou ik wel erg jammer vinden, ja. Maar de provinciale niet, omdat de binding verdwijnt toch. Nee, ik weet het al. Nee. Is dat meestal hetzelfde? Ja, ik ook. Dus vandaar. Veel succes. Ja, dank u wel. En jullie ook veel succes.